Wat heeft Suriname nodig om te komen tot die zo gewenste natievorming? Ja, dus inderdaad is dat een hele moeilijke vraag als je kijkt. En weer, again, 2021. We zijn in een globaliserende wereld, zeggen we. En globalisatie betekent eigenlijk niets anders dat historische en geografische achtergronden er eigenlijk niet meer toe doen. Right? Thomas Friedman zei dat ook in dat boek van hem, The World is Flat. Maar wat dus wel belangrijk is, en daar hebben we het vaker over gehad, is dat we eigenlijk afkomen van een situatie waarbij iedereen een beetje zijn eigen ding doet. En meer gaan naar een situatie waarbij we een traject hebben uitgestippeld en iedereen op zijn eigen manier, hoe klein dan ook, kan zien wat zijn bijdrage is aan dat pad. En sleutelwoord hierbij is bijdrage. Hoe krijg je nou bijdrage? Hoe krijg je nou buy-in van mensen? Dat is natuurlijk om dat dialoog te houden, naar mensen te luisteren. Ook heel eerlijk op front te zijn en te zeggen van, hey, de goede dingen nemen we over, maar wat er niet in past, hè, dat gaat misschien niet lukken. Maar je komt dan helemaal terug bij de core van het leiding geven. En ik wil dus oppassen dat het dan lijkt op een vuilnisbakargument. En een vuilnisbakargument is een argument dat je voor alles kan gebruiken. Geef de schuld aan de politiek of aan leadership. But it starts with leadership. En toch, men zegt van, the leader knows the way, shows the way, walks the way. En knowing the way, dat doe je met buy-in. En die buy-in die krijg je door een stukje uitstraling te hebben, van waar we het eerder over hebben gehad. Waar je integriteit, respect en fairness, toch? Heel hoog in het vaandel staat. Ik heb niet zo lang geleden gesproken met Hans Limapo en die gaf mij een aantal documenten waaruit wetenschappelijk is bewezen dat het eerlijk zijn, het fair zijn, fairness etaleren en demonstreren vanuit de leiding vele malen meer bijdraagt tot vertrouwen, vertrouwen die je nodig hebt om samen te werken, om buy-in te krijgen, dan het homogeen zijn van een samenleving. Nou, als je dan kijkt naar onze samenleving, toch met zoveel verschillende etniciteiten en invloeden, noem maar op, is het denk ik voor onze samenleving meer dan ooit belangrijk dat een stukje fairness geëtaleerd wordt vanuit de leiding, zodat we eensgezind uiteindelijk naar dat doel kunnen gaan werken. Want uiteindelijk denk ik dat we allemaal wel, of je nou in stad, district, binnenland woont, of je nou geel, blauw, groen of wat voor kleur dan ook hebt, dat we toch wel een aantal gemeenschappelijke doelen willen hebben. We willen het beste voor onze kinderen, we willen goed opgeleid zijn, we willen een goed inkomen, nou, et cetera, et cetera. En ik denk dat we moeten beginnen bij het afeisen, toch, van dat stukje leiderschap dat zegt van, hey, dat demonstreert en dat etaleert en predikt een stukje fairness. Dat in mijn ogen. Predictable confidence. Voorspelbaar vertrouwen. Ja, voorspelbaar vertrouwen. Dat is de vertrouwen. Basis, ja. In bepaalde landen, gebieden waar dit in spanning is, en dan ga ik naar Indonesië, is dat de basis van het onderwijs. Hè? Okay. Ze leren bijvoorbeeld dat de Japanen en de Soendanees en de Madurees, dat zijn andere mensen, hè? Dat zijn andere etnische. Maar ze leren waar ze elkaar moeten respecteren en zo samen verder moeten gaan. En ze hebben erg veel succes ermee. En ik denk dat wij dat in Suriname ook eens een keertje zouden moeten doen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.